En hoe groot was de verleiding om, hij past niet helemaal binnen dit format natuurlijk van Nederlandse artiesten, maar om Derek Ogilvie nog een keer? Heel groot. Heel groot. We hebben er zo lang over nagedacht. Oeh, dat was get away from me. Dat zinnetje heeft het hele jaar door in mijn hoofd gespeeld. No! En we hebben er heel lang over nagedacht. Hoe kunnen we Derek pakken? Maar het paste inderdaad niet helemaal in het format. En we hebben nog geprobeerd dat we dachten, kunnen we niet ergens naartoe? Of kunnen we hem niet uitnodigen? Of het heeft, maar de tijd heeft ons ingehaald eigenlijk. Als we iets meer tijd hadden gehad, dan was die, had ik zeker weer geprobeerd. Daarvoor heb ik uren in de make-up gezeten weer. Met allerlei pruiken en toestanden. En het lukte maar niet. Dus, maar de tijd drong natuurlijk. Want we wisten 23 oktober is de eerste uitzending. En op een gegeven moment, we begonnen in juni. Ook met Ushi. En we probeerden in de zomer van alles. En dat lukte niet en dat lukte niet en dat lukte niet. En op een gegeven moment moet het natuurlijk ook zo echt zijn dat als je één op één bent, dat je het ook nog gelooft. Dus ook nog buiten jou om, dat we dachten van ja, is dat haalbaar? Op een gegeven moment dachten we, nou, forget it. En toen was het echt nog één laatste poging, omdat we dachten van het is nu of nooit. En anders moeten we kappen, want dan hebben we geen tijd meer. Ook niet om met Ushi nog verder uit te bouwen. Eén laatste poging en toen was Loes daar. Ik ben wel een week echt heel erg niet vrolijk geweest. Want kan je dan nog zeg maar alleen Ushi punt maken? Lukt dat met het materiaal dat je hebt? Nee, dan moesten we Ushi, moesten we iets gaan verzinnen om Ushi heen. Dus toen dachten we van nou ja, dan moet ik misschien als Ushi het land ingaan of zo. Of weet je wat we een beetje met Ushi deden met Nederland versus Curaçao. Maar ja, dan heb je dus tijd nodig. Je hebt natuurlijk een eerste teleurstelling dat je denkt, het lukt niet. Dan heb je tijd nodig om iets nieuws te ontwikkelen om Ushi heen. Dus nee, ik ben echt wel een week niet zo erg te genieten geweest. Nee, het karakter komt eigenlijk na het uiterlijk. Dus op het moment dat het uiterlijk van Loes daar was, kijk je in de spiegel. En toen dacht ik, toen pakte ik die boodschappentas, zei ik, ja hoor. En toen dacht ik, voelde meteen wat Loes was. Nou ja, laat het nooit helemaal los. Het is wel zo dat als ik met die, daarvoor draai ik natuurlijk met die fan in de auto. Dus dan kom ik al heel erg in mijn rol. Dan heb ik gewoon een uur of anderhalf uur of twee uur de tijd om zeg maar te loezen. En echt in die rol te zitten. Dus je komt goed binnen. Dat is heel belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, is de opbouw van het item. Dat ik heel even de artiest zeg maar tref. Dat hebben we met Gordon heel goed gedaan. Ik zei, Gordon moet mij zien als fan, maar heel kort. En daarna moet hij weg zijn. En daarna pas het interview. Ik zeg, want als hij me ziet, dan neemt hij me waar voor als die Loes, zeg maar, als dat mens. Mm-hmm. Maar dan moet ik nog niet met hem praten. Maar misschien even vasthouden of een beetje, en misschien één ja horen of zo of iets. Want dan loopt hij weg, dan heeft hij daar vast een mening over of dan vindt hij iets van. Maar dan zit er weer een uur tussen. En op het moment dat we dan weer bij elkaar komen, ziet hij mij als die Loes. En als ik binnenkom en ik begin meteen te spreken, dan is de kans natuurlijk veel groter dat hij mijn stem herkent. Of dat hij denkt, wacht even. Dus dat is met Gordon waanzinnig goed gelukt. Ik fietste hier naartoe. Ik dacht, we hebben Ushi gehad. Douchi, Lucy. Heb je een nieuwe bedacht? Nou, dan kom je bijna. De enige optie is Pushy. Maar dat is misschien ook net iets te plat. Maar broed je al op een nieuwe voor volgend jaar? Nee, ik gooi nu wel de handdoek in de ring. Want we hebben echt met de hakken over de sloot is het dit keer gelukt. Dus we gaan afscheid nemen van misschien ook voor Ushi dit seizoen? Of is dat te voorbarig? Dat ligt eraan wat het doet. Maar met Ushi kan je natuurlijk nog wel een hoop. Ik bedoel, de wereld is groot en er zijn nog heel veel sterren die ik niet heb geïnterviewd. En ik merk wel dat ik steeds dichter bij de hele grote namen kom. Dus er is nog een hele wereld te pakken en te ontdekken. Weet je wel, Dan, die heel dicht bij alle wereldsterren zit. Turia Hoed. Dat ze het doorgeven. Ja, die nu voor ons in LA mensen regelt. Dus je komt steeds nog dichter bij de hele grote ster. Dus ik geloof heel erg dat Ushi echt nog een hele carrière voor zich heeft.